Hallo, ik ben Ines Teunis. Welkom op boerderij Fines. Graag vertel ik jullie wat meer over het verhaal achter Fines. Fines staat voor Farm Ines. En met het woord Fines geven we ook de finesse van het vlees dat wij produceren graag weer. Ik ben altijd opgegroeid op een landbouwbedrijf en heb dan ook een enorme passie voor de landbouwstijl. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ik bio-ingenieur ging studeren. Na mijn studies ben ik dan ook met volle goesting begonnen als boerin op het bedrijf. Op onze boerderij groeien de kalfjes op met heel veel liefde tot volwaardige, mooie runderen. We voeren dan ook onze dagdagelijkse taken uit met zeer veel aandacht voor het welzijn van onze runderen. Zo kunnen ze een gezond en gelukkig leven leiden op het bedrijf. We zijn ook zeer trots op onze runderen, het Belgisch witblauw ras. Zij maken namelijk van een plantaardig voeder dat niet bruikbaar is voor de consument, een lekker mals stukje vlees. Het basisrantsoen van onze runderen telen we zelf op onze eigen velden. Dit is onder andere maïs en voorgedroogd gras. Dit rantsoen vullen we aan met een voeder volgens het Euroclim-concept. Dit staat voor enkel Europese grondstoffen, wat ervoor zorgt dat de CO2-voetafdruk verlaagd wordt, een verlaagde methaanemissie en een hoger aandeel omega-3-vetzuren in het vlees. Zo komen we uiteindelijk tot een smaakvol, duurzaam en gezond stukje vlees. En dit is uiteindelijk waar Fines voor staat. Door op een kwalitatieve, duurzame en innoverende manier te werken, creëren wij voor onze runderen een gezond en gelukkig leven waarin ze extra veel liefde van ons krijgen. En dat is uiteindelijk de sleutel tot succes. Een gezond en gelukkig leven zorgt voor het lekkerste stukje vlees.